Ze zeggen dat het weer het sneeuw dit weekend, maar volgens mij wordt het hartstikke lente. Het voelt in ieder geval wel zo buiten. En lente, dat betekent ijs. Hoe moet het? Elke week krijgt Marjolein praktische hulp bij het beantwoorden van alledaagse vragen. We maken vandaag eventjes een klein snelijsje, maar wel gezond. Ja, dat je je kinderen iedere dag voor kan zetten, zeg maar. Ja, ja, ja. We zochten vroeg voor het ontbijt al. En ijs is natuurlijk... Voor het ontbijt? Ja, natuurlijk. Kijk eens, yoghurt, gezond. Kinderen, wat hebben ze nodig? Melk, yoghurt, fruit. We nemen gewoon een pak yoghurt. We hebben ahornsiroop. Voor dit recept gebruik ik toch dan eventjes... deze ahornsiroop. Dan gaan we 300 milligram ahornsiroop. Goed doorheen voeren. Ja, dan moeten we eigenlijk de mango's even schillen. Eigenlijk word je van ijs helemaal niet dik. Echt niet? Nee. Slag om met suiker in. Ja, kijk eens, in Nederland eten ze altijd slagroom met suiker. Misschien wil jij een keer... Stampen? Stampen, hoor. Wat? Geef niet, hou tegen. Moet eigenlijk best een zak op, hè? Fijn. Kijk, het is ook leuk, eventueel als je in de zomermaanden lekker in je tuin zit. Dan heb je eventjes al iets klaargemaakt, dit. Dan zet je in de diepvriezer. Je kan ook nog een beetje, als je wil, geen kinderen... Ja, kan ook nog een beetje cayennepeper. Nou, we nemen gebruiken deze eventjes. Roeien met de riemen die je hebt. Ja. Roeien met de kaasschaven die je hebt. Zeker, dat ik ben altijd kwijt. Goed, ja, goed, hè, dat had ik er zelf al. Ik dacht zelf al, dit moet ik goed mengen. Goed te mengen. Lekker. Ja, het smaakt ook heel gezond. Ja. Nou, dan giet je hem eens in een vorm. Ja, dat kreeg je voor. Dat hebben we nu gedaan. Zet je het zo in de diepvriezer. Je hebt daar ook nog een andere deksel, die kan je daar even bovenop doen. Dan zet je hem gewoon helemaal in de diepvriezer. Ja, ik vond sneeuw of zo sneeuw. Ja, nou, koffie. Ja, gezellig. Ja. Ik ben benieuwd of het gelukt is. Die koffie was heerlijk. Ik heb ervan genoten. Nou, kijk hoe het gelukt is. Hij is... Ja, hij is helemaal goed. Ja, is hartstikke hard. Dan kan hij op de schaal gestopt worden. Nu? Ja, dat moet eigenlijk los. En anders pak je eventjes een zaak. Kijk, dus dit gaat dit mag gewoon kapot? Ja, die gebruik je niet meer. Bij deze heb je natuurlijk mooi, als je nou 20 kinderen hebt. Ja, die krijgen mijn 3 kinderen zo ook wel op, hoor. Ja. Dan kan je mooie plakjes snijden. Ja, het speciale lente-effect. Zie je, dat is toch echt... Ja. Gewoon gezellig. Ja? Nou jongens, breakfast is ready. Dus, dat is natuurlijk altijd met iets wat... Heerlijk. Is goed? Ja. Hier komt de beslissing vanaf. Kun je nagaan. En denk erom, ijs is liefde. Oké. Okay. Het smaakt ook naar liefde. Dank je.